hou nou toch eens op met dat gedoe. Je weet toch dat ik dat zwaar irritant vind? Of juist zo zitten omdat je je kind iets laat doen wat je echt super vervelend vindt, maar je vindt dat het moet kunnen. Herken je deze twee kanten van de medaille? Ik wel, ik ken ze allebei. En het heeft alles te maken met persoonlijke grenzen en zelfzorg. En we gaan het vandaag hebben over wat voor rol die spelen in het voorkomen van uitbarstingen naar je kindje. Mijn naam is Luus Glandorf. Ik ben Mindful Parenting Trainer bij Mindful met je kindje. En elke vrijdag behandel ik een onderwerp. En vandaag is het de laatste in de trilogie over uitbarstingen voorkomen. En nog even ter herinnering. De eerste keer ging over de rol van stress en de automatische piloot. De tweede ging over de rol van triggers en patronen. En nu gaan we het dus hebben over persoonlijke grenzen en zelfzorg. En het is meteen wel grappig, want ik ben net echt binnenkomen vliegen uit de sneeuw. De eerste keer mijn dochter naar een nieuwe crash gebracht. En de hele week is echt super chaotisch geweest. Dus voor het eerst heb ik het niet uitgeschreven, maar ga ik gewoon met behulp van het boek waar ik in de trainingen mee werk, Mindful met je peuter. En zelfs mijn spiekklapper ga ik proberen om je een samenhangend verhaal te vertellen met slaaptekort en al. Oké, terug naar het onderwerp. De rol van persoonlijke grenzen in het voorkomen van uitbarstingen. Of eigenlijk misschien eerst wel in het ontstaan van uitbarstingen. Oké, als we het hebben over persoonlijke grenzen, heb ik het echt over de ouderkant. Hè? Ik ga later natuurlijk wel kijken naar de kant van de peuter. Weet je, wat vooral peuters, maar soms ook baby's kunnen doen, waar je eigenlijk geen raad mee weet. Waar je dus ook in zoekt in een passend antwoord. Maar nu kijken we naar de ouderkant. Oké. Ja, grenzen. Het is een heet hangijzer. Want als je eerlijk naar jezelf kijkt, ben ik benieuwd. Heb jij jouw persoonlijke grenzen helder? Accepteer je ze ook? En heb je een manier gevonden om die ook te respecteren in de verzorging en opvoeding van je kindjes? Heel veel ouders denken bewust of onbewust dat het aangeven van een persoonlijke grens naar je kind, dat iets wegneemt van je kindje. Als jij bijvoorbeeld het heel onprettig vindt dat je kind de hele tijd tegen je tikt, ik noem maar iets, maar je hebt gewoon een kind dat bewegelijk is. Dan zou je natuurlijk kunnen denken van ja, wat kunnen ze, dat weet je, zo'n jong, die snapt er niks van. Of heb je dus juist inderdaad de neiging om eruit uit je vel te springen als het gebeurt. Nou, in mijn opinie, als jij je eigen persoonlijke grenzen helder hebt, dan ga je dus niet, je gaat niet over je eigen grenzen heen, dan komt er dus niet dat moment waarop je of ontploft, doe je nou nog niet, of juist afhaakt en emotioneel niet meer beschikbaar wordt, omdat je iets toestaat wat je echt heel onprettig vindt en je dus eigenlijk terugtrekt in jezelf uit het contact met je kind. Nou, er is iets heel belangrijks aan het respecteren van je persoonlijke grenzen. En dat is dat je voorleeft aan je kind, niet alleen dat die oké zijn, maar ook dat je op een gezonde manier voor jezelf kan zorgen en dat je goed genoeg bent zoals je bent. Weet je, dit is het pakket, hier doen we het mee. En niet alleen hier doen we het mee, maar dit pakket heeft zijn kwetsbaarheden, zijn kwaliteiten. En de hele bende hoort gewoon bij elkaar. Nou, als wij dat voorleven aan onze kinderen, dan geeft hun dat ook impliciet de ruimte om hetzelfde voor hunzelf te doen. Dat ze niet over dingen heen hoeven te stappen en ach, stel je niet zo aan. Weet je? Dat hoor ik ouders vaak zeggen, ach, stel je niet zo aan. Weet je? En dan denk ik, maar weet je eigenlijk als ouder hoe het voelt voor een kind? Dat is één. En zelfs als het wat dramatisch reageert, een kind heeft niet de ervaring, de levenservaring, om te weten dat het allemaal weer voorbij gaat, dat het niet het einde van de wereld is. En juist door die uitingen wel te, nou niet zozeer de uitingen, maar die ervaring van je kind wel te respecteren en ook je eigen ervaring, kun je er op een hele kalme manier mee omgaan. En in, dat noemen ze co-regulatie, laat je dus aan je kind zien, dit soort ervaringen horen bij het leven. Nee, het is niet prettig. Ik zie dat je het vervelend vindt,
En als het gedrag onacceptabel is, dan sturen we dat bij. Maar tegelijkertijd is het oké. Wat ik zeg, het is niet het einde van de wereld om die gevoelens te hebben. Het gaat weer voorbij. We hoeven er geen enorm punt van te maken of er tegen te vechten. En zo internaliseert stapje voor stapje een kind hoe je om kan gaan met onprettige ervaringen en intense emoties. Nou, de reden dat ik dit nu uitleg voor je kind is dat je eigenlijk precies hetzelfde voor jezelf kan doen. Erkennen dat je een onprettige ervaring hebt. Respecteren van een grens die overschreden of benaderd is. Het realiseren dat het niet het einde van de wereld is, een onprettige ervaring. Je eigen gedrag bijsturen. En dat kan doordat je ruimte maakt voor je ervaring. Dan stap je automatisch uit de automatische piloot. Daardoor kun je dus jezelf bijsturen. En hoef je dus niet zo te reageren op je kind. Maar kun je kiezen om een passende reactie te geven. En daarmee ook een groter welbevinden van jezelf. Weet je, als jij kalm je grenzen aangeeft. Als jij kalm het gedrag van je kind bijstuurt en van jezelf. Dan heb jij ook gewoon een prettig gezinsleven. Het is niet zo ingewikkeld in die zin. Ik ga even kijken naar mijn speakbriefjes. Ja, ander aspect. Behalve dus dat je in het moment niet zo uitvalt of hoeft uit te vallen. Want meestal zit in dat onbewustheid en juist in het verzet tegen hoe dingen zijn. En dus niet aankijken hoe het is, niet erkennen van je grenzen. Daar zit er vaak een uitbarsting verstopt. Of een uitschakeling, laat ik het maar even zo noemen, dat je afhaakt. En vlucht bijvoorbeeld in je telefoon of ja, dus niet meer beschikbaar bent. Maar daarnaast zorgt het natuurlijk voor dat als jij goed voor je eigen grenzen zorgt, dat het überhaupt gewoon beter met je gaat. Nou, zoals ik al zei, ik zit hier zelf echt in slaaptekort en ik had een super heftige week. Nou, het is allemaal geen man overboord, dat gebeurt gewoon wel eens. Maar ik had weer een mooi praktijkvoorbeeld om te zien hoe onsamenhangend ik werd. Hoe sneller ik ook met een kort lontje reageer. Daar zit ik mee opgescheept. En hoe minder bewust ik ook was van hoe het met me ging. Mijn eigen persoonlijke grenzen. En het mooie van zo'n periode, zeg zo'n week van waarin het even allemaal wat meer schuurt. Is dat het voor mij nog helderder maakt hoe ontzettend belangrijk het is dat ik goed in mijn vel zit. Als ik als ouder goed in mijn vel zit, ben ik echt 10 keer leukere ouder dan als ik aan mijn reserve zit te prutsen. En ik hoor vaak ouders zeggen, ach, het gaat nog wel. Weet je, ja, god. Ja, ik heb nog niet voor mezelf gezorgd, maar ik kan het nog. En als ik dan denk, je kan het nog. Wat kan je dan nog? Kan je dan nog de handelingen uitvoeren? Je kan inderdaad nog je kind naar bed brengen, je kind naar de opvang brengen. Je kan nog het eten maken. Je overleeft het. Is dat het kunnen? Of hoort bij het kunnen ook het genieten van je leven met je kind? Het genieten van momenten samen en genieten van momenten alleen. Momenten van jezelf. Want als je heel eerlijk bent, als je zegt, ja, ik red het nog wel hoor. Dan is dat een overlevingsstand. Dan is het, ja, ik kan de handelingen doen. Dat is een hele beperkte, wat mij betreft, een hele beperkte blik op het kunnen. Ik heb hem heel lang ook zo ingestoken. Zelfs nog heel veel langer dan dat ik kinderen had. Ik had het idee dat als ik minder dan 100% gaf aan de situatie of aan het gezin waar ik opgroeide, dan deed ik anderen tekort. En ook, ja, wie was ik om te zeggen dat het niet kon? Dat kon toch? Je kon het toch doen? Het resultaat was dat ik niet alleen minder genoot van het leven, maar dit heeft ook gewoon mijn 3 burn-outs voordat ik 25 was gewoon getriggerd. Want ik wist niet eens wat mijn eigen grens was, want alles was, kan ik het? Ja, ik kan het doen. Weet je, ja, god, ik word wel misselijk wakker en ik slaap dan wel slecht. En ja, maar ik kan het wel. Weet je, het lukt. En de grap is dus dat als je lang in zo'n modus zit, van ach ja, het gaat wel. Ja, ik vind niks, ik ben niet echt blij. Maar ja, het gebeurt, het lukt. Als je lang in die modus zit, dan heel vaak vreet je stiekem je mentale en je lichamelijke reserves op. Tot er een moment komt dat je of merkt van ik ben echt niet de ouder die ik wil zijn. Of je lichaam en geest gewoon afhaken. Zoals dat bij mij is gebeurd met 3 vette burn-outs. Lang geleden gelukkig.
Of dat ik natuurlijk merk dat ik inderdaad deze week voor het eerst, weet je nou nog niet, tegen mijn kind. Dan denk ik, nee, ze is 3, dat weet ze niet. En dit soort overzichtsfuncties, die verlies je gewoon als je te lang in je reserve zit. Dus dit is eigenlijk best wel een lang betoog, dit is het enige wat het is. Onderzoek je eigen grenzen. En het kan natuurlijk zijn dat je niet eens meer weet waar die liggen. Ik was dus 25 toen ik mijn laatste burn-out en depressie had. Ik geloof dat ik, hoeveel jaar heb ik over gedaan? Nou, ik heb er al een paar jaar over gedaan voordat ik mijn eigen grenzen goed herkende. Ik zat er dus structureel zo ver overheen dat ik ze eerst heel dicht bij huis moest gaan zoeken. Eerst dus moest erkennen dat ik heel weinig kon hebben. En pas toen ik binnen dat respecteerde, dat dat cirkeltje even zo klein was en daarvoor ging zorgen, toen ging er langzamerhand, ontstond er vanzelf meer ruimte. En dat is dus nog een reden waarom je er eerder bij wil zijn. Want het is echt niet leuk om zo klein te beginnen. En alles uit je handen te moeten laten vallen. Of om veel ziek te worden. Al is het maar van een verkoudheid. Ja, het werkt gewoon niet. Je neemt krediet op de toekomst. Je moet een keer die rekening betalen. Fysiek en mentaal. Dat is in ieder geval wat ik ervaren heb. En wat ik ook om me heen zie. En ik ben heel benieuwd hoe dat voor jou is. Dat als jij kritisch kijkt naar hoe je voor jezelf zorgt, hoe vaak je daar eigenlijk de kantjes vanaf vreet. Ja, dus dat is daarover. Gaan we nog even spieken hoor. Oh ja, dat is ook wel weer een mooie. Met dank aan de ontwikkelaar, mijn supervisor Eva Podharst. Die heeft dus een training ontwikkeld die ik geef. En ze stelt hele mooie vragen die ik dus ook stel in een trainingssessie. Zo'n onderzoek. Hoe jij ontdekt dat je een grens nadert. Ben jij er op tijd bij voor jezelf? Kan ook zijn dat je misschien al nog vroeger dan bij een grens stopt. Dat je gewoon eigenlijk geen zin meer hebt. Of dat je de motivatie ontbreekt. Maar ik ga ervan uit dat als je geïnteresseerd bent in uitbarstingen voorkomen, dat jij een neiging hebt om over je grenzen heen te gaan. Dus de vraag is, als je die op tijd herkent, hoe geef je dat dan aan? Hoe stop je voor jezelf? Hoe pas je je eigen gedrag aan? Maar ook, hoe stuur je het gedrag bij van je kind? Gaat dat heel duidelijk en kalm? Met heldere, korte woorden die bij de leeftijd passen van je kind? Doe je dat juist met boosheid erin? En was je eigenlijk dus al te laat? Gebruik je heel veel woorden, waardoor het überhaupt niet aankomt bij je kindje. Dat kan ook vaak gebeuren. En ben je dus ook geneigd om tegen je kind te zeggen van ja, dat moet je nu toch wel weten, omdat je dat intern denkt. En is het dus moeilijk om te realiseren dat kinderen het lezen van situaties pas veel later leren, echt op basisschoolleeftijd. Of in ieder geval niet in de mate dat een kind rekening met jou kan houden. Rekening houden met, zou ik echt uitstellen. Niet verwachten van je kind. Begrenzen van gedrag kan al vanaf baby. Dus dan hebben we dat onderscheid. Ga ik weer naar mijn spiekbriefje. Ja, en als je dan een grens aangeeft, dan heb je natuurlijk niet alleen te maken met, hoera, ik heb voor mezelf gezorgd. Ik heb een grens aangegeven. Maar je hebt ook te maken met de reactie. En dat geldt natuurlijk als ouder, geldt ook misschien in werksituaties of in je relatie of op je werk. Ja, werk heb ik net al gezegd. In vriendschappen, verzin het maar. Weet je, het feit dat jij goed voor jezelf zorgt, hoeft nog niet leuk te zijn voor een ander. En daarin wil ik weer een onderscheid maken tussen willen en behoeftes. Behoeftes kun je, heb ik al vaker gezegd, op honderden manieren invullen. Behoefte voor autonomie. Verzin het maar, ik noem het onderwerp en je kan natuurlijk zelf brainstormen op hoe je de behoeften van je peuter aan autonomie kan vervullen. Maar je kind die per se op die manier die kleren aan wil, die totaal niet geschikt zijn voor het weer van vandaag, dan heb je natuurlijk te maken met iets dat niet past bij de situatie. En als jij daarin je grens aan geeft, voor je kind of voor jezelf, ander voorbeeld dan, dan heb je dus ook te maken met een emotionele reactie van je kind, vaak. Nou,
Zo'n emotionele reactie van je kind kan van alles zijn. Weet je, sommige kinderen leggen zich heel snel neer, dat het niet gaat zoals ze willen. Andere kinderen wennen heel snel aan een nieuwe routine. Want het kan zijn dat iets wat eerst voor jou prima was, zoals een kind dat zichzelf aankleedt, ineens niet meer werkt. Bijvoorbeeld omdat het weer veranderd is, of omdat je merkt dat het je te veel energie kost 's ochtends om alles om die situatie heen te plannen in de ochtend. Ja, je bent er namelijk zelf natuurlijk ook gewoon onderdeel van het gezin. Je bent er niet alleen maar voor de kinderen, denk ik dan. Nou, als er dus een situatie verandert en jij dus ook de routine wil aanpassen, omdat het gewoon niet past binnen jouw mogelijkheden van dat moment en de grenzen, dan heb je dus te maken met een kind dat zich daar al dan niet snel naar voegt. Die daar al dan niet botst met de behoeftes van het kind of met de wilskracht. Nou, en dan is weer de kunst van de co-regulatie. Kun jij in jezelf ruimte maken voor die emotionele reactie van je kind? En ik ga nog een keer herhalen dat ruimte maken voor de ervaring van je kind niet hetzelfde is als toegeven. Sterker nog, ik kom heel vaak weg met puur benoemen van wat er gebeurt. Benoemen van de ervaring die ik zie bij mijn kind, ook afchecken kun je doen. En het daarmee dus erkenning geven zonder dat ik daadwerkelijk toegeef. Mijn kind wil een lolly. Gaat niet gebeuren op dit moment, vlak voor het eten. Ja, je wil heel graag een lolly. Je vindt het helemaal niet leuk dat ik nee zeg. Ik zie dat je boos bent. Ben je boos? Ja, ik ben boos. Oké. Ja. Ja, je bent boos. Dat is oké. Nee, je mag niet je zusje slaan. Ja, je bent boos. Dat onderscheid kun je maken. Oké. Dan is er nog een andere kant aan dit verhaal. We hadden het dus over als je permanent over je grenzen gaat. Hè, waar gaat het piepen en kraken bij jou? Dat wisselt natuurlijk per persoon. Bij mij, nou ja, ik word dus onsamenhangend. Om het maar even zo te noemen. Maar met name word ik sneller boos. Ik krijg dus gewoon veel sneller een uitbarsting als ik structureel niet goed genoeg voor mezelf zorg. En wat er dan ook kan gebeuren is dat alles wat je kind doet over je grens gaat. Bijvoorbeeld omdat je zwaar overprikkeld bent. Dat er zoveel in je leven speelt dat je niet eens de fysieke ruimte hebt om een ei te ontvangen. Laat ik maar even een extreem voorbeeld noemen. Nou, als dit gebeurt, dan kun je dus ook niet van je kind verwachten dat die zijn of haar gedrag zo bijstuurt dat je er geen last van hebt. Dus dan heb je eigenlijk te maken met een hele kleine ruimte waarin je kan bewegen. En dan wil ik je uitnodigen om voor jezelf na te gaan welke kleine dingen je voor je kan doen. Waardoor je weer bijvoorbeeld kan ontprikkelen, tot rust kan komen of misschien afleiding kan krijgen. En ook dat je de situatie met je kind misschien wat makkelijker in kan richten. Ik gooi even de knuppel in het hoenderhok. Bijvoorbeeld heel veel ouders die zo tegen 4:30, 5:00 een kind voor de televisie zetten van 30 minuten. Afhankelijk van je kind kan dat meestal niet zoveel kwaad. Maar dan weet ze van zichzelf, ik heb niet de capaciteit om en te koken en voor mijn kind die interactie te verzorgen. Een voorbeeld. En zo zijn er, weet jij misschien voor jezelf ook nog wel heel veel meer manieren waarop je het leven even op zo'n manier in kan richten dat jij tot rust kan komen, dat jij een pauze kan nemen, zodat die ernstige overprikkeling en overbelasting waar je dan in terechtgekomen bent, weer wat kan betijen. Ja, oh ja, dat is ook leuk, dat zegt Eva dan. En daar ben ik het helemaal mee eens. Wat jou zelf daarbij kan helpen, als het dus puur in jou zit, dan kun je een ademruimte nemen. Die kun je vinden op mijn website. Maar puur door jezelf te zeggen, dit is oké. Het is oké dat deze situatie niet goed voor me is. Het is oké dat ik me zo onprettig voel. Het is oké dat ik me boos voel. Al die dingen. Als jij dat voor jezelf radicaal weet te accepteren, dan heb je in ieder geval niet te maken met het verzet tegen de situatie. En wat ik eerder dus zei, dan kun je met meer overzicht gaan kijken wat er dan mogelijk is om aan je eigen behoeftes tegemoet te komen en aan die van je kind.
Oké. Volgens mij heb ik zo het hele onderwerp wel behandeld. In ieder geval zo uit mijn hoofd. Ik spiek nog even in het prachtige boek dat Eva heeft gemaakt. Er staan ook hele fijne voorbeelden in van andere ouders. Nou. Ze doet het altijd zo super lief. Ik ben wat meer uitgesproken. Maar hier is een voorbeeld van Dunja. De afgelopen weken ben ik best veel bezig geweest met het accepteren van het feit dat Hakim het nog steeds moeilijk heeft met de komst van zijn zusje. En dat hij jaloers is. Ik probeerde ook regelmatig zijn gevoelens te benoemen. Dat hij bijvoorbeeld boos is. Of dat hij aan de beurt wil zijn en niet wil wachten op zijn zusje. En dit leek hem wel wat meer rust te geven. Maar ik merk aan mezelf, daar komt-ie, dat ik het ook wel fijn vind om meer te gaan stilstaan bij de vraag hoe ik vervolgens meer sturing kan geven aan zijn gedrag. Dus dat het allebei een plek krijgt. Begrip voor hoe hij zich voelt, maar ook duidelijkheid over wat wel en niet mag. En ik ga afsluiten met een samenvatting. Er komt zo nog nieuws aan. Dat heldere, persoonlijke, consistente grenzen, dus de acceptatie van je eigen grenzen en het daarop aangepaste helderheid over regels, bijvoorbeeld in huis, geeft een kind veiligheid. Als een kind ziet dat iets zich herhaalt, dat jij niet ineens uit het niks uit je slof schiet, maar dat er helderheid is over wat wel en niet kan, dan hoeft een kind ook niet bang te worden van reacties, want die zijn er veel minder om te beginnen. Nou, hoe dit uitwerkt in jouw gezin is persoonlijk. Ik ga je niet vertellen hoe jij je kinderen moet opvoeden. Jij kent je eigen kinderen het beste. En er zijn heel veel verschillende opvoedingsstijlen die allemaal hun positieve en negatieve, dat is wel gekke, hun voor- en nadelen of hun, met name hun effect hebben op de lange termijn. Andere effecten, andere gezinnen. Dus bij deze de uitnodiging om daar gewoon komende week bij stil te staan. En met name met een accepterende, milde houding naar jezelf. Als je merkt dat je weer eens ver over een grens bent gegaan en even knalde. Ook dat kunnen kinderen overleven. Met name als er verder gewoon veel afstemming is. Of genoeg afstemming is. En veel duidelijkheid. Nou, en nu het laatste, het leuke nieuws. vanuit het onderzoek van de UvA, dat loopt naar de effectiviteit van de trainingen die ik geef, mindful met je peuter en mindful met je baby, heb ik het bericht gekregen dat ik nog 2 keer mensen deze training gratis mag aanbieden als je een lager inkomen hebt, 140% van minimum. De precieze bedragen zijn afhankelijk of je een eenouder of een tweeouder gezin bent. Maar waar het op neerkomt is dat je eind mei en 1 juni kunt starten met een online groep. En als je in de buurt van de beeld bent, dan kun je ook eind augustus starten met een fysieke groep op locatie nog 1 keer. En daar wil ik je natuurlijk van harte voor uitnodigen. Trouwens, ook als je niet een lager inkomen hebt, dan krijg je ook korting op de trainingsprijs. En dat vind ik natuurlijk fantastisch, dat ik dat nog 2 keer mag aanbieden aan jou. Ja, en dat is het een beetje van nu. Ik ga ook aankondigen wanneer er gratis online webinars zijn. En ik zal je daarvoor volgende week de data geven en hoe je je daarvoor in kan schrijven. Nou, dat was het weer vandaag. Ik heb mijn persoonlijke grenzen helder gezien deze week. Dus ik ga vandaag, ik ga het hardop zeggen, want misschien ga ik het doen, lekker straks even naar de sauna. Even helemaal niks meer hoeven in plaats van doorknallen met werk. En even weer wat energie op doen. Hele fijne week en tot een volgende keer. En heb je een onderwerp, dan hoor ik dat heel erg graag.